In die finale treft hij Benjamin Behrla, de Duitser van wie Elko van der Geest eerder heeft verloren. Het is een moeizame finale, er wordt weinig gescoord en dit is de sudden death. Maar hier heeft hij hem te pakken en het is Ippon. Hij draait de Duitser goed op de rug. Henk Grol wint het toernooi van Hamburg. Hij pakt 90 punten, vergroot de voorsprong op Elko van der Geest. De omhelzing van Maarten Arends. Hier de beslissende score. In eerste instantie de aanval van de Duitser, maar hij neemt mooi over. En hier draait hij de Duitser vol op de rug. Ippon, de winnaar heet Henk Grol. Hij deelt en passant...